De stichting Viti Fuwini heeft in verband met de herdenking van de afschaffing van de slavernij haar jaarlijkse fakkelloop gehouden. Elk jaar gebeurt dit aan de vooravond van 1 juli. Verslaggeefster Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Saka kindi opoye de tangi masra fudabum sobide. Wij zijn aan de vooravond van 1 juli, waar de stichting Viti Fuwini al voor de 13e keer een fakkelloop zal houden ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Wij gaan met de voorzitter praten en met enkele omstanders om ze te vragen hoe deze ervaring voor ze is. Kijkt u mee. Het thema voor dit jaar is wederom Lead, Verzet naar Herstel. De organisatie is van mening dat het nageslacht nog aan het helen en herstellen is. Volgens Cortensia Griffith-Sumter, voorzitter Stichting Viti Fuwini, moet het nageslacht de herdenking blijven doen, omdat hetgene dat in de geschiedenisboeken staat geschreven niet correct is. Uno mus do un geschiedenis, uno mus me kondere sabi sangepsa. En u begin awaka vanaf jaso, vanaf kojo mentor en procentplay, omdat tap scoro, desma leer uno tak na brandstichters. En mi befene so mooi, die Sarafina bo begin na beji, da brandweer luya sirene, des wan pichi wa sort. Wan pichi pichi. En u dwing en u begin na a stichting bij de Umbondru. Fucha ala ding bakachi fusrafu, ala Afro-Surinaamse organisaties bij elkaar. Da u taki tak ku begin na awaka. Awaka e gi fire, no fire fu brong, ma fire fu gunu apasi, sor unu apasi, fa umwaka fu unleti, fa uwaka fu kenki sani fa unu denki mano uit fa uit bakara denki want dende drape denge verter de tori ma de sam sa jaso e unu man vertera tori moro betre dan dendati e so u begin nanga. De voorzitter meent dat de cultuur van het tot slaafgemaakten van huis uit moet komen om jongeren te leren wat er precies is gebeurd en wat zij kunnen doen om niet dezelfde fouten te maken. Zij geeft verder aan dat wijziging van de geschiedenis vanuit het ministerie van Onderwijs moet gebeuren. We hebben geen aanvraag gedaan, maar we hebben wel een historicus die lesbrieven voor ons schrijft. En daarmee proberen we vanuit de organisatie jongeren bewuster te maken. Dus dat is een invalshoek. Als de school het niet wil doen, moeten de organisaties dat doen. Precies zo hoe je de padvinderij enzovoorts gaat doen om mee te helpen aan je sociale vorming. Zo proberen wij dat ook te doen. En we vragen ook deskundigen, historici, om lesbrieven voor ons te schrijven. En misschien, wie weet, zullen die lesbrieven ook eens gebruikt worden op school. 1. Het respect dat we moeten hebben voor onszelf en ook het respect naar anderen toe. 2. Hou je omgeving schoon. Want dat maakt dat we achteruit geestelijk, zowel geestelijk als lichamelijk, achteruit gaan. Want u ziet hier heilige weg. Heilige weg. Wel, als ik me zou moeten associëren met de naam, dan ga ik alleen maar huilen. Want ook hier is het slordig. Dus ik wil de mensen vragen, wij zijn het. Het is van Suriname, het is van niemand anders. Wij moeten ons land schoonhouden. Wij moeten een bijdrage leveren. De boodschap van de voorzitter van Stichting Viti Fuwini was overduidelijk. Iedere Surinamer moet respect hebben naar elkaar toe. Je omgeving moet netjes gehouden worden, zodat zaken goed lopen voor ieder. Ook wij van ATV wensen ieder
was sweet maspacito. Was sweet day.